We kijken naar de dorpen omloop Rukven. De tweede wedstrijd in de Holland Cup. Finale is inmiddels op volle toeren. Nog 4,8 kilometer te gaan. En het is nog altijd de Belg Elias van Breuzegem die aan de leiding gaat. Hij verdedigt een voorsprong van 6, 7 seconden op een tweetal achtervolgers. En daar weer vlak achter, zoals u hier ziet, het peloton. Met op kop de manschappen van Koen Vermeldvoort namens Volker Wessels. Aftellen is inmiddels al echt begonnen. 4,4 kilometer. En de twee achtervolgers keken over hun schouders en leken zich te beseffen, te realiseren dat hun avontuur bijna voorbij is. Gaatje van 2 à 3 seconden. Deze man, deze Belg uit de Oudenaarde, rijdt nog altijd de 4 aan de leiding. Inmiddels bezig aan een behoorlijk lange solo. Kilometer of 8 à 9 is hij al onderweg. Het ziet er nog altijd goed en sterk uit. Vraag is natuurlijk, is zijn gat groot genoeg om vast te houden, om die wedstrijd op zijn naam te gaan schrijven. Nog een kilometer of 3,8 en we zullen het weten. Altijd nog een mooi gat. Hier dus uit het zicht van het peloton. Dat is wel echt in zijn voordeel. De laatste paar kilometers zijn wat bochtiger. Nog even en dan passeert of dan arriveert het peloton in Rukven. Anders dan voorgaande edities wordt er dit jaar niet gefinished in het centrum van Rukven, maar op een industrieterrein. De redenen kan ik u samenvatten in één woord, corona. Maar waar er gefinished zal worden, zal deze man verder worst zijn. Winnen is winnen. Koen Vermeldvoort zei dat al. Winnen is winnen en zijn kansen worden met de kilometer groter. Sterk hoor, zeer sterk wat deze man hier laat zien vandaag. Niet zijn beste seizoen tot op heden, maar kan daar dus vandaag in één klap verandering in brengen. Onrustig in het peloton. Komen nu toch wel langzaam dichterbij hoor, zo lijkt het. Dat doen die mannen van Volker Wessels heel knap. Toch met veel mannen nog bij elkaar hier in de finale, terwijl dat peloton niet heel groot meer is. Ja, sterk blok ook. Volker Wessels, Tijmen IJsing. We zagen hem dus in die kopgroep. Hij redde het niet. Benieuwd of hij daar op de achtergrond nog iets kan betekenen voor zijn kopman. Koen Vermeldvoort. Ook Abe Seli zagen we nog door het beeld schuiven een paar kilometer geleden. De broeders van Sint Maartensdijk. En natuurlijk Vermeldvoort himself. 2 kilometer. Ja, de mannen van Volker Wessels zullen wel echt op moeten schieten. Al kan natuurlijk die laatste 500-600 meter de voorsprong. Zeker als zo'n peloton, als zo'n sprint op hol is geslagen, wel heel snel teruglopen. Het zal erom gaan spannen. Hij doet wat hij kan. Hier nog uit zijn zadel. Dat doet pijn hoor. Kan de man naast mij alles over vertellen. De ronde van de Achterhoek, een beetje vergelijkbare actie had je daar. Vergelijkbaar scenario inderdaad. En ja, het is nu niet meer omkijken en alles geven. Toen mochten we nog in de houding met de armen op het stuur liggen. En dat mag nu niet meer. Ja, dat is wat de UCI heeft verboden aan het begin van het jaar. Maar dit ziet er goed uit hoor voor Elias van Breuzegem. Minder dan 1,5 kilometer te gaan nog. Volgens mij zagen we daar al het vod van de laatste kilometer. En de mannen van Metek lijken te laten komen. Schakelt nog een tandje bij. Elias van Breuzegem. Wat een inspanning levert de Belgier. 29 jaar oud. Won in 2016 zijn laatste wedstrijd. Heeft dus een aantal jaren op een overwinning moeten wachten. En hij heeft hem nog niet binnen, begrijpen me niet verkeerd. Rijdt hij nu dan wel de straten van Rukven binnen. De commandoweg om precies te zijn. En daarachter is de sprint in volle voorbereiding. Volle gang gaat de man, gaat Elias van Breuzegem het dan redden? Dat is maar de vraag. Het beeld vertekent een beetje. Het is
Een renner van Canyon daar op de achtervolging. En we zien ook Vermeldvoort daar op de achtergrond. Vermeldvoort gaat vroeg aan. Gaat Vermeldvoort dan nog remonteren? Nee, Vermeldvoort komt te laat. En het is Elias van Breuzegem die hier op een schitterende wijze de overwinning in de dorpen omlopen Rukven pakt. Wat een overwinning, wat een solo. Maakt er deel uit van die kopgroep van 7 man die met een kilometer of 30, 40 vandoor ging. Er waren wat schermutselingen, begon op een kilometer of 15 van de streep van Breuzegom, hield zich koest. Trok zijn kont eigenlijk niet van het zadel, wachtte zijn momenten rustig af. Ging er eigenlijk op zijn zoetemelk vandoor, pakte een paar seconden en bouwde die gestaag uit. En uiteindelijk bleef hij een beetje hangen op 15 seconden, maar dat bleek voldoende. Oh, wat is die diep gegaan. Ziet het daar nergens, zijn gezicht. Wat ging die stuk, maar geweldig. En wat zuur voor Koen Vermeldvoort. Moest genoegen nemen met een tweede plek. Kwam net wat te laat. Ging de sprint van ver aan. Was ook ver weg de snelste in die massasprint. Maar ja, te laat. Kwam nog net aan het achterwiel van deze Belg. Van deze sterke Belg. Ja, daar zal Vermeldvoort vanavond misschien wel een slapeloze nacht van hebben gehad. Misschien heeft hij zijn team wel iets te laat op kop gezet. Achteraf is het altijd te makkelijk praten natuurlijk. Het zal deze man allemaal niks meer kunnen schelen. Hier nog de beelden en hier daar op de achtergrond dus Koen Vermeldvoort. En let u op hoe dichtbij hij nog komt aan het achterwiel. Al kan Van Breuzegem hier al beginnen met het vieren van zijn feestje. Op de achtergrond ook nog een ploeggenoot die zeer kort sprint. Verdiende overwinning. Dat durf ik wel te stellen. Mooie opvolger ook van David Dekker. Die hier vorig jaar, 2020, de laatste winnaar was. We gaan denk ik Elias even luisteren van Breuzegem, wat een prachtige overwinning. Wat dacht je in die laatste kilometers? Goh, ik wist het eigenlijk echt niet. Ik wist dat het laatste stuk weer mee was. Dus, ja, ik wist dat ik wel nog een kans had als ik mijn Vitesse kon rondkrijgen. En ja, ik denk dat het heel close was op het einde. Ik denk dat ik niet veel meer over had, maar ja, het zat nog genoeg op de been. En ik had er wel vertrouwen in. In die kopgroep, had je ook het gevoel dat je de sterkste was? Ja, eigenlijk wel. Ik en de man van Evo Pro deden de langste en de snelste beurten. Die andere twee dat waren redelijk korte beurten en ook trager qua tempo. Ik was wel verrast toen als plots die drie andere of vier andere bij ons gekomen waren. Ik had dat niet zien aankomen. Eigenlijk was dat misschien wel goed, want ja, dan werd er de laatste ronde aangevallen en zo heb ik mijn kans kunnen gaan. En is dit nu van jouw mooiste overwinning van dit seizoen, jouw mooiste resultaat? Ja, dit seizoen wel. Het is mijn eerste overwinning dit seizoen. Dus ik ben zeker tevreden. En wat vond je van het parcours? Was het zo snel als verwacht? Ja, eigenlijk wel. Er was niet zoveel wind. Allee, er was wel veel wind, maar niet genoeg wind om het peloton te doen scheuren in verschillende brokken. En ja, ik heb mijn eerste deel van de koers van achter gehouden. En redelijk relatief op het gemakkelijk kunnen rijden. En dan op het einde kwam ik naar voren, een paar keer aangevallen. En ik was dan weg met die 5 man. Maar het was wel ja, een lastig parcours als je vooraan mee aan het koersen waart. En met deze vorm, heb je nog andere doelen dit seizoen? Goh, ik wil nog zo goed mogelijk presteren in elke wedstrijd waarin ik start. En ja, de vruchten wat plukken, nu dat ik goed ben. Geniet van deze overwinning, gefeliciteerd. Dank u wel. Aldus Elias van Breuzegem werd daar geïnterviewd door mijn co-commentator Marco Doet. Mooi interview. Was een beetje verrast dus. Voelde zich wel sterk. De sterkste ook in de kopgroep gaf hij aan. Mooi. Dappere aanvalspoging ook. Die hij dus met succes heeft af kunnen ronden. Af kunnen sluiten wel hier kijken naar de finishbeelden. Het team zat ook goed vertegenwoordigd. Zaten met een aantal mannen daar... nog goed van voren. Hier kijken we naar Vermeldvoort. Ja, balen. Super balen. Zeker de wedstrijd. Weer in onder controle te hebben. Tijmen IJsing viel weg. En daarna zette dus Vermeldvoort zijn mannen op kop.
iets te laat eigenlijk. Lieten dat eerst aan de renners van Beat. Om het vervolgens ietsje later in de wedstrijd over te nemen. Kwam er dus net te laat. Hier de uitslag van Bleuzegum vermeld wordt. Marit Budding, knap ook. Van de man van Beat. Van Staaien, Wouters, Homan, Jean Flynn. De mountainbiker, voormalige mountainbiker. Stijn Simons en Ryan Christensen. Ik wil u bedanken voor het kijken en hopelijk tot 16 oktober. We're never looking back. We are the runaways. We try never to stay the same. When the skies are turning black. We're